De vaccinatiebereidheid in Suriname is de afgelopen tijd toegenomen. Arts, tevens coördinator van het Nationaal Coördinatieteam COVID-19, Javier Assin, deelde gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie mee dat ook de informatie naar de gemeenschap toe wordt opgevoerd. Daar bedoel ik mee dat we infosessies gaan geven bij bedrijven. Het scholenprogramma wordt opgestart waarbij de scholen de komende maand bezocht worden, informatie wordt gegeven en de leerlingen die gevaccineerd willen worden, gevaccineerd worden op school. En daarnaast gaan we de buurten in. Er is een uitgebreid health education programma waarin de mensen in de buurten die vragen hebben, twijfels hebben, geholpen worden en indien gewenst ter plekke gevaccineerd kunnen worden. Er schijnt ook een grote behoefte te zijn voor anoniem vaccineren. Veel mensen willen uit vrees niet dat anderen erachter komen dat zij gevaccineerd zijn, zegt Assin. Kijk, ik ben tegen het verplichten van vaccineren. Dat hoef ik volgens mij niet meer te vertellen. Tenzij het nodig is. Maar ik ben ook heel erg tegen het verplichten of moreel verplichten van mensen zich niet te laten vaccineren. Dus het verbieden daarvan. En helaas zien we toch wel mensen, en horen we ook van mensen, dat ze bang zijn om zich te laten vaccineren. En we hebben dat bijvoorbeeld bij de Rajpoorkerk gezien, dat er enorm lange files waren en waarbij mensen tot wel 3 uur in de auto wachten, achter heel donker gekleurde ruiten, terwijl ze heel snel geholpen hadden kunnen worden bij de walk-in. Dus dat was voor ons indicatie dat er mogelijk wel behoefte aan was. En daarom werken we ook aan faciliteiten waar het mogelijk is om in betrekkelijk privacy zich te laten vaccineren. Assin adviseert degenen die zich anoniem wensen te vaccineren liever het zorghotel te bezoeken. Alhoewel het anoniem vaccineren nog niet kan, biedt het hotel bij het vaccineren wel enige privacy. Het vaccineren is daar tot 11 uur 's avonds, dus ook na de lockdownuren, mogelijk. En gebeurt achter de muren of via een drive-thru, waardoor de cliënt minder zichtbaar is.